Ze hebben namelijk een hele leuke nieuwe lijn. Dus dat is natuurlijk heel leuk als je dat dan gaat neerzetten op tafel. Dat is natuurlijk helemaal vrolijk. Hey, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Action Shoplog. Vorige week hebben jullie kunnen kijken naar een shoplog waarin ik allemaal leuke spulletjes en speelgoed heb gekocht voor mijn kids. Klik even hier om die nog eventjes te kijken. Nu ben ik voor mezelf de stad in geweest, of eigenlijk voor het huishouden en alles daaromheen. En ga ik jullie laten zien wat ik geshopt heb. Voor wie mij nog niet kent, ik ben Kelly, online ook wel bekend als Kelly Caressen. Ik heb een eigen YouTube kanaal en daar deel ik mijn leven als mama van 3 meisjes en alle chaos daaromheen. Ik ga jullie laten zien wat ik allemaal heb geshopt en ik ben super happy. Want ik ben dus zonder mijn man gaan shoppen en mijn man is wel degene in huis die... Ja, die vindt dat ik af en toe iets te veel koop en dingen die we niet nodig hebben. Nou ja, ik dacht, ik ga gewoon lekker kopen waar ik zin in heb. En wat ik in mijn ogen, wat we ook echt nodig hebben, vind ik. Ik vind het servies bij de Action echt geweldig. Eerst hadden ze bij de Action de Elin servieslijn. En daar hadden we een aantal bordjes en dingetjes van, maar nooit echt een set. Dus als dan mensen kwamen eten, kon je dat nooit echt leuk neerzetten als een set. Die had ik gewoon zo los gekocht. Dus nu dacht ik, ik ga het nu even goed doen. Ze hebben namelijk een hele leuke nieuwe lijn. Dit is de Azure lijn, keramiek. En daar heb ik deze leuke kopjes van. 3 roze, 3 meisjes heb ik, dus helemaal leuk. En 2 blauwe, lekker voor de koffie of de thee of net wat je erin wil doen. Nou, wat ik zo heel leuk vind aan deze collectie is dat het lijkt bijna een beetje handgemaakt. Hè? Met dit bruine hierboven en dit ribbeltje. Volgens mij zijn ze ook allemaal een beetje uniek. Ik vind ze heel erg vrolijk staan. En het is ook gewoon zo'n lekker formaatje zo, van koffietje zo, weet je wel. Helemaal leuk. En daarbij heb ik dus ook de diner set. Dus de grote borden, die zijn volgens mij 27 centimeter diameter. En de ontbijtborden zijn 20 centimeter. En ik dacht, het is leuk. Ik zie het al helemaal voor me staan op tafel. Een beetje kleurverschil. Dus ik heb van de ontbijtborden heb ik deze 2 kleuren. En van de dinerborden heb ik dus, dit is de, ja, een beetje grijs-blauwig. Dus dat is natuurlijk heel leuk als je dat dan gaat neerzetten op tafel. Dat je dat dan zo neerzet. En dan zo'n leuk mokje erbij. Dat is natuurlijk helemaal vrolijk. Ziet er gewoon heel erg leuk en gezellig uit. En dit zijn ook borden die ik heel vaak bij restaurants gewoon zie. Waarop ze het eten zo heel mooi hebben opgediend. Dus het geeft een beetje het restaurantgevoel thuis. Wat in deze tijd nu toch de restaurants wel weer open zijn. Maar je gaat misschien toch wat minder uit eten. Doen het gewoon lekker thuis. De mokjes die zijn 65 cent. Mogen trouwens ook gewoon de vaatwasser magnetron. Vind ik wel handig. Ja, is toch wel praktisch natuurlijk. De ontbijtbordjes zijn 1,29. En de dinerborden zijn 1,98. Dus dat is natuurlijk geen geld. Heb je een hele nieuwe eetset. Dan het volgende. Nu we toch een beetje in het servies bezig zijn. Deze superleuke party wijnglazen voor de picknick. Maar ik heb ze gekocht al voor vanavond toevallig. Ja, dit is natuurlijk ideaal voor onderweg. Ook voor een beetje het festivalseizoen. Nou is dat natuurlijk een beetje anders dit jaar. Maar ik ga vanavond naar de Efteling. Ga ik lekker met mijn buurvrouw en haar nichtje. En neem lekker wijntjes mee. En dan zie ik mezelf al helemaal gaan met mijn party wijnglazen. Ik vind ze helemaal vrolijk. Ze zijn van kunststof, dus ze gaan niet kapot. Maar je kunt ze gewoon steeds weer, volgens mij zelfs in de vaat wassen. Ja, uitwassen en weer opnieuw gebruiken. Dus lekker duurzaam en super vrolijk. En ze zijn maar €1,39 voor 4 stuks. Dus helemaal leuk. Nou, nu ik toch een beetje in de strandstijl ben, heb ik echt iets heel leuks gescoord. Het is de Beach Mat with Backrest. Oftewel een soort van strandmatje voor on the go. Ik wilde dit al een hele tijd. Een vriendin van mij heeft dit namelijk, die vlakbij het strand woont. En toevallig ga ik over 2 weken naar haar toe. En dan heb ik ook lekker mijn eigen beach mat. En het leuke is, je kunt hem namelijk als een soort van tas meenemen. Dus dat doe je hem zo om de arm. En hier zit dan ook nog eens een vakje. En daar kun je dan stiekem je portemonnee en dingetjes of zo in doen. Want niemand heeft dat door. Eens even kijken. Ik ga hem even uitvouwen. Ta-ta-ta-ta-ta. En dan kun je gewoon heerlijk, heb je toch wel een redelijk comfortabel strandbedje. Je legt je handdoek erop, maar je hebt ook even lekker een rugsteun. Want ik vind op een handdoek liggen, ja, dat hou ik toch niet zo lang vol. Dat is natuurlijk niet heel comfortabel. En met dit wel. En ja, het is lekker klein om mee te nemen. En je bent helemaal klaar voor het strand. En deze kost maar €6,67. En ik heb super lang gezocht, want ik had het dus bij mijn vriendin gezien. En ik dacht, wow, dit moet ik hebben. En toen
hadden ze het nergens meer. Ben ik online gaan kijken. Allemaal heel duur, vond ik zonde. En nu heb ik hem lekker gescoord bij de Action. Dan het volgende, toch wel lekker zomerse item. Dat zijn deze ice packs. En nu met de coronatijd, ik heb 3 dochtertjes waarvan er 2 op school moeten lunchen, mogen ze hun lunchbox niet meer in de koelkast zetten. En ik geef ze vaak iets mee, bijvoorbeeld iets met kaas of iets wat je normaal koel wil houden. En daarom vond ik deze. Voor 59 cent heb je er dus 3. En ja, je legt ze de avond ervoor in de vriezer en je kunt het gewoon in het lunchboxje doen of in het tasje eromheen. Maar ik denk dat ze er zelfs in passen en hebben ze toch een lekkere koele lunch. Is natuurlijk ook super leuk voor de picknick. En ze zijn lekker klein en makkelijk. Dus ook in je vriezer nemen ze niet zoveel ruimte in. Dus ik vind ze helemaal leuk en vrolijk. En ja, heb je toch een lekkere koele lunch. Dan een heel andere categorie. Maar ik hou ook altijd heel erg van de woonspulletjes, decoratie en dat soort dingen. En ik vond deze superleuke tray met een soort van velvet dingetje. En ik hou heel erg van edelstenen. Vind ik echt heel erg mooi om die mooi dan uit te stallen. En ik zie ze hier dan... Ik was van plan om die dan hier zo op mijn nachtkastje of bij mijn bureau neer te zetten en dan zo uit te stallen. Maar je kunt er natuurlijk ook heel leuk sieraden in bewaren of andere leuke dingetjes die je mooi wil uitstallen. Ik vond dit wel een hele leuke aankoop voor maar €1,99. Dus die komt sowieso goed terecht. Dan een best wel praktisch product voor in de zomer. Want je bent bezig met het opblazen van zwembanden en zwembaden. Hè? In de vorige shoplog zagen jullie een super gave, mega grote unicorn zwembad. En... we waren onze pomp kwijt. Dus die moesten we zelf gaan opblazen. Dat is natuurlijk totaal niet handig. Dus ik naar de Action. Dit is een elektrische pomp. Die kun je gewoon aansluiten aan elektriciteit. Maar ook dus aan de sigarettenaansteker van je auto. Dus ben je op vakantie. Kun je hem ook gewoon op die manier gebruiken. En dan is het allemaal binnen no time vol. Hij is €5,98. En ja, dat scheelt ook wel een hoop blazen. En tot duizelig zijn toe. Ook handig trouwens voor luchtbedden. Dus als je logees hebt en je hebt zo'n luchtbed, kun je deze er ook voor gebruiken. Dus hier gaan wij deze zomer veel plezier van hebben. Ik was van plan om niks te gaan kopen voor de kinderen, want dat heb ik vorige week al gedaan. Maar ja, als ik in de Action loop en ik zie wat dingetjes, denk ik, ja, vooruit. En de stiften die waren weer dopjes kwijt. En ja, moeders die kijken, die weten wat ik bedoel. Dan moet je ze weer bijkopen. En ik vond deze bij de Action met hele dikke doppen. En vooral mijn jongste, die dopjes... Allemaal kleine vingertjes en zo. Dat raakt allemaal kwijt. En deze heeft dus wat dikkere doppen. Waardoor ze makkelijker ook weer leren om ze goed op terug te doen. En je dus langer plezier van hebt. Deze zijn €2,49 voor 24 stiften. Ze zijn afwasbaar. Wat erg belangrijk is. Want we hadden van de week een stift. Ik weet even niet hoe ze eraan zijn gekomen. Maar de glijbaan, de speeltuin, de deuren. Alles zat onder de zwarte stift. Heel erg vervelend. En met dit kunnen we het gewoon met water weer afwassen. Dus hele goede aankoop. Dan nog even in de categorie verzorging. Handzeep. Want ja, nu met deze hele periode wassen we onze handen suf natuurlijk. Deze is van Palmolive. Ja, weet je, met handzeep ben ik heel simpel hoor. Ik kijk gewoon wat ziet er leuk uit. Vind ik prima. Deze was €1,29. En dan kunnen we weer lekker veilig onze handjes wassen. En dit is een deodorant. En ik vind een deo-roller heel fijn. Want die zijn lekker klein om mee te nemen. En dit is van Dove. Soft feel. Ruikt lekker zoet. Ja, ruikt lekker zoet. Je hebt het gewoon nodig. En was maar €1,44. Dus die heb ik ook meegenomen. Dan nog even de categorie huisdieren. Wij hebben al heel lang een kat. En onze kat is momenteel een beetje zielig. Want we hebben voort een puppy. En onze kat is niet echt amused met onze nieuwe vriend. Die is een beetje op de vlucht. Zit niet zo heel lekker in zijn vel. Komt wel helemaal goed hoor. Maar ik dacht, hij heeft wel wat snoepjes verdiend. Dus ik had deze gevonden van Whiskas. Immuun support. Zal hartstikke goed voor Patrick, zo heet hij, zijn. En kan hij weer lekker snoepen. En dan hoop ik dat het allemaal weer goed komt. En ook eten. Dit is van Felix. En hij houdt heel erg van dat zachte voer. Dus dan kan ik hem daar weer lekker mee verwennen. Deze zakjes. Even kijken, hoeveel zitten erin? 6 stuks zijn €1,89. En de snoepjes zijn 99 cent. Dat was de kat. We hebben ook een hond, Nico. En die, daar moet ik natuurlijk ook spulletjes voor kopen. En bij de Action hebben ze echt hele leuke dingen voor huisdieren. Toevallig voordat we hem gingen ophalen heb ik daar al een heel leuk speelgoedje. En zo'n koelmatje en dat soort dingetjes gekocht. En een riem en zo. En ik begin dinsdag met puppycursus. En dan moet je van die snoepjes meenemen om hem te kunnen belonen. Dus daar heb ik deze training treats voor gekocht. En een heel leuk emmertje. Voor deze hondensnoepjes betaal je €1,71. En heb je een flinke emmer van, hoeveel zit erin? 500 gram. Dan heb ik voor Nico... Ook
deze poepzakjes, die zijn ecologisch. En wat het voordeel daarvan is, is dat je gewoon met zakje en al in de groenbak kan gooien. Voor deze hondenpoepzakjes, 90 stuks, betaal je een kleine euro. En dan kun je 90 de rolletjes weghalen. Dus doe je lekker lang mee. En dan de allerlaatste, die kreeg ik toevallig van mijn vader getipt. Dit is een wiggleball voor honden. En dit is dus echt een hele gladde bal als speelgoed. En Nico, onze pup, die is natuurlijk nog te klein om hem echt helemaal in zijn bek te nemen. Dus hier is hij uren zoet mee, denken we. Want wat de hond doet, die probeert het te pakken en dan glijdt het er weer uit. En dan gaan ze er weer achteraan. Dan hobbelt dat zo mee. Dus dan kunnen ze zichzelf uitdagen, omdat ze hem natuurlijk te pakken willen krijgen. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Voor deze wiggleball betaal je €2,98. En volgens mij heeft je hond dan echt een hele middag plezier. Tenminste, dat gaan we uittesten. Dat waren alweer alle items die ik bij de Action geshopt heb voor mezelf en voor het huishouden. Vond je de video leuk? Doe dan natuurlijk een duimpje omhoog en abonneer je op het kanaal van Action. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op mijn kanaal, Kelly Caressen. Ik zal even het linkje in de beschrijving zetten. Kun je mij daar ook vinden of op Instagram volgen. Zou ik natuurlijk super leuk vinden. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik ben benieuwd wat jouw beste Action score was deze week. Laat het even weten bij de reacties. En dan zie je volgende week weer een nieuwe Action video. Dankjewel voor het kijken. Doei!